in de rol als accountmanager ben je eigenlijk continu aan het schakelen tussen wat er in de markt gebeurt en dat afstemmen op je klant. Elke dag is echt anders. Elke dag loopt anders dan dat je vooraf gepland had. Ja, je moet juist heel erg flexibel zijn omdat je constant moet aanpassen op de dingen die op een dag gebeuren. Dus stel je prioriteiten aan en daar speel je als eerste op in. De rest gaat ook gewoon door. Ik denk dat het belangrijkste in de functie als accountmanager is dat je je kunt verplaatsen in je klant. En dat je dus een inschatting kunt maken wat wel en niet haalbaar is. Dat je heel authentiek bent en dat je jezelf bent. Je krijgt de volledige verantwoordelijkheid. Dus jij bent wel verantwoordelijk voor het behalen van je doelen. En dat mag je doen met heel veel vrijheid. Het is ook echt wel hard werken binnen Young Capital. Dus dat betekent dat je ook af en toe best wel eens over moet werken. Maar dat geeft eigenlijk niet, want je gaat voor een gezamenlijk doel. En dat doe je samen met je team. En als dat doel dan bereikt is, dan krijg je daar weer een kick van. Hoe de werksfeer onderling is, is dat het heel open is. Heel open en eerlijk. We communiceren direct naar elkaar. En dat zorgt ervoor dat iedereen ervoor gaat. De energie die hier hangt en de drive die mensen hebben, dat is een hele fijne energie om in te werken. En daarbij zijn de feestjes gewoon legendarisch.